Het agentschap Wegen en Verkeer wil de doorstroming op het verkeerscomplex verbeteren door het op- en afrittencomplex om te vormen naar een Diverging Diamond Interchange. Dat is een verkeerscomplex in de vorm van een vlecht. Op het verkeerscomplex wordt het verkeer op de N382 expressweg voor en na de brug naar de andere weghelft geleid. Het verkeer dat links wil afslaan naar de E17 moet dan slechts één verkeerslicht passeren in plaats van twee. Het aantal conflicten op het op- en afrittencomplex vermindert hierdoor aanzienlijk, wat leidt tot een hoger afwikkelingsniveau en waardoor de kans op files met terugslag op de E17 vermindert. Landschapselementen en wegmarkeringen helpen je als bestuurder om zonder problemen de vlecht te gebruiken. Naast de omvorming van het verkeerscomplex zal het agentschap Wegen en Verkeer ook de nabijgelegen kruispunten op de expressweg aanpakken, zodat ook daar de doorstroming verbetert. Met al deze maatregelen wil het agentschap Wegen en Verkeer de veiligheid verhogen en de doorstroming en bereikbaarheid verbeteren. Voor meer informatie ga naar www.wegenenverkeer.be/devlecht.